Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag de daisy stitch maken. Dit is een bloemblaadje en die haak je met dubbele stokjes. Ik heb de Julia wol gebruikt van Zeeman. En ik ga beginnen met 8 mm. Ik heb hier al een beginnetje gemaakt zodat je ziet een beetje dat je per blaadje werkt. En ik haal eventjes toer 2 uit zodat je ziet wat toer 1 is. Toer 1 is één kant en dan de andere kant wordt de rij, worden de blaadjes, maar ik haal het even uit, worden de blaadjes er weer opgezet op de ringen. Het handigste is gewoon als je een beetje meehaakt en dan zie je hoe het gaat. Zo. We beginnen met een gewone opzetlus, hoe je dat gewend bent om te doen. En je haakt 9 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je zet hem vast op de vijfde. 1, 2, 3, 4, 5. En je haakt weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En je zet hem weer vast in het begin van je lossen. Met een vaste. Kijk, dan heb je een beetje hier het rondje en 2 touwtjes. En dit zijn eigenlijk, dit stelt een stokje voor. Je draait dus nu het werk. En je gaat dubbele stokjes maken. Eén. Twee. 1, 2, 3, 4. En we moeten eindigen in het rondje. Dus dan maken we weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En die zetten we vast in het midden. Met de vaste. Dus 1 bloemblaadje. En dan gaan we de volgende pakken. Met 4 lossen. En 3 dubbele stokjes. 1. 2, 3. We hebben nu 3 dubbele stokjes gemaakt. En we moeten er nog 1 om hier dus aan de onderkant uit te komen. Zo. Dit is al de eerste halve daisy stitch. Nu gaan we weer 9 lossen maken. 8, 9. Even natellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dat klopt. Dan gaan we weer vastzetten op de vijfde. 1, 2, 3, 4, 5, hier op deze. En dan gaan we weer 4 lossen maken. 1, 2, 3, 4. Dan zetten we hem vast. Het einde van het andere, ja, van de daisy stitch, van de bloem uiteinde. Dit gewoon een beetje oefenen. Kijk, en dit wordt dus je tweede bloem. Nu ga je weer het werk draaien. En dan ga je aan de tweede bloem beginnen. En dan maak je weer even 2 dubbele stokjes. Die steek je dus in die ronding. Dit is de eerste. En nu de tweede.
En als je het niet helemaal weet, dan leg je gewoon elke keer je werk neer. En je hebt in totaal 5 stokjes of lossen nodig. 1, 2, 3, 4, 5 per bloemetje. En we moeten eindigen in het rondje hier. Dus in dit rondje. En dan pakken we dus 4 lossen, want anders komen we bovenuit. 1, 2, 3, 4. En die zetten we vast in de opening. En dan maken we weer een nieuw blaadje. Van 4 lossen. 1, 2, 3, 4. We doen even 3 stokjes. Dubbele stokjes. En dan kijken we even weer hoe we uit zijn gekomen. En we moeten daar eindigen aan de buitenkant van het blaadje. Dus dat betekent dat we nog 1 dubbel stokje moeten maken. Als je dus een hele lange sjaal maakt, dan moet je een hele rits van deze halve maken. Want dat is eigenlijk de lengte van de sjaal. Nou gaan we weer een nieuw bloemblaadje maken. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We zetten hem vast in de vijfde. 1, 2, 3, 4, 5. En we maken weer 4 lossen. En dan leg je even het werk neer om te kijken hoe dat je hem weer moet aansluiten. Want je moet hem weer hierop aansluiten. Maar omdat het blaadje zo loopt, moeten we het werk even keren en zo hierin steken. Zo, je keert het werk. Je zet hem vast. En je keert het werk nog een keer, want nu ga je weer blaadjes maken. En dan maak je weer dubbele stokjes die in de opening maakt. 1, 2, 3. Vier. En we moeten onderaan uitkomen. Dus we zetten nu nog een rijtje van 4 lossen vast in die opening. Zo, en dan hebben we weer een blaadje. En we gaan weer een blaadje maken, 4 lossen, 3 stokjes, dubbele stokjes. En de vijfde moet hier eindigen, dus dat wordt ook een dubbel stokje. Zo, dan hebben we al 3 blaadjes. We gaan er nog 1 maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We zetten hem vast in de vijfde. Vanaf de naald 1, 2, 3, 4, dus in deze. En we zetten 4 lossen. 1, 2, 3, 4. We gaan weer een blaadje maken, dus we gaan weer zorgen dat we doen keren. Het blaadje moet zo vallen. Zo vallen, dus je zet hem zo vast. Dan moet je even mee oefenen hoor. En dan keer je weer het werk, zodat het weer plat op tafel komt te liggen. En dan maak je weer even 2 stokjes. 1, 2, 3. Vier. Zo. We hebben 4 stokjes en nou weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4.
Die zetten we vast in het midden van het blaadje van de bloem. Dan weer 4 losse. En dan even weer 3 stokjes. 3 dubbele. 1. 2. We hebben 3 dubbele gedaan. We moeten nu eindigen in het midden en daarom doen we 4 losse, want we gaan nu het weren keren en dan gaan we de bovenkant maken. Dus we gaan nu 4 losse maken. 1, 2, 3, 4. En die zetten we in het midden vast. En omdat we nu dus de bovenkant van de bloemblaadjes gaan maken, gaan we weer 4 losse maken. 1, 2, 3, 4. Dan weer 3 dubbele stokjes. Eén, twee. En omdat we weer in die ronding moeten eindigen, pakken we 4 losse. 1, 2, 3, 4. En die zetten we weer vast in de bloem.